Goedemorgen, kijk naar de weersvlachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zijn de brede opklaringen, boven de Noordzee in en Engeland zit veel bewolking. En die wolken die komen langzaam onze kant op. Vanochtend nog verspreid en enkel wintersbuitje, maar dus nog ook een flinke zonnige periode. En vanuit het noordwesten en westen neemt gelijk de bewolking toe. Na een nacht met matige vorsten is het aan het einde van de ochtend 0 graden en vanmiddag 3 tot 5 graden. Vooral in het zuidwesten en westen kan wat regen of natte sneeuw vallen. Elders is het vooral droog, met in het oosten ook nog zon. Vanavond trekt de neerslag via het westen weg. Er wordt op steeds meer plaatsen droog en gaat het vriezen. In de nachtelijke uren kan er vooral in het oosten en zuidoosten dichte mist ontstaan. Met temperaturen rond min 5 graden, lokaal nog wat lager. Die mist is morgen hardnekkig. Het wordt uiteindelijk zo'n 0 tot 3 graden. En daar waar de mist oplost, daar schijnt de zon heerlijk. Er staat weinig wind. Dinsdag een echte winterdag, s'nachts weer min 3 tot min 8 graden en overdag temperatuur rond het vriespunt. Woensdag hebben we dat ook nog, al neemt in het noordwesten en noorden dan wel de temperatuur toe. En dat kan donderdag ook gebeuren. Of het in het zuiden blijft vriezen, is nog even de vraag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.